Bij Swapfiets kan je voor 75 euro per maand een Power 7 e-bike huren. Maar dat is en blijft een smak geld. Maar gelukkig heeft Swapfiets nu een fiets ontwikkeld voor minder dan 50 euro per maand. De vraag is natuurlijk, fietst het ook lekker? Hoi, hier David van Bright. Als jij een e-bike gaat aanschaffen en je kan niet in één keer dat enorme bedrag voor de aanschaf ophoesten en je wil eigenlijk ook nog eens niks te maken hebben met onderhoud, dan bieden e-bike abonnementen uitkomst. Die hebben namelijk de nodige voordelen. Zo'n abonnement is namelijk maandelijks opzegbaar. Reparaties zijn inbegrepen en je zit nooit meer dan een etmaal zonder fiets als die gerepareerd wordt. Bovendien, als die gejat wordt, mits die op slot stond, en na aftrek van eigen risico, krijg je ook nog eens een vervangende e-bike. Aan zo'n abonnement hangt wel een stevig prijskaartje. Ik noemde het net al, de Swap Power 7 die kost 75 euro per maand. Maar heb je bijvoorbeeld een Noord e-bike, zoals ik die laatst testte, dan kan dat oplopen tot 110 euro per maand. En dat is echt fors geld. Niet iedereen kan zo'n maandbedrag zomaar neertellen. En dat is precies waar Swap met deze nieuwe e-bike, de Power 1, op wil inspelen. Deze kost namelijk 49,50 euro per maand. Althans, voor de early adapters. Straks gaat die 59,50 euro per maand kosten. Met een abonnementsprijs van minder dan 50 euro per maand is dit echt het goedkoopste e-bike abonnement op de markt op dit moment. Maar krijg je voor dat bedrag ook een lekker fietsende huurfiets? Even los van de bekende blauwe voorband is deze Power 1 echt een kenmerkende swapfiets. Of ze nou elektrisch zijn of niet, alle swapfietsen hebben een doorstapframe. Daardoor zit je lekker rechtop en ze hebben altijd zo'n rek voor. Deze Power 1 ziet er wat meer elektrisch uit dan de Power 7. Die heeft de accu wat mooier weggewerkt in het frame. Deze accu is trouwens goed voor een actieradius van ongeveer 40 tot 80 kilometer. Mijn eerste reactie op de prominent zichtbare plaatsing van die accu was, vind ik niet echt heel erg mooi. Maar het is wel heel erg praktisch. Die accu kan je namelijk heel makkelijk verwijderen. En dat is super belangrijk. In de swap video, maar ook in de Noord e-bike video, heb ik uitgelegd waarom. Als je accu namelijk gejat wordt, dan kost je dat maar liefst 350 euro. En bij de Power 7 is het zelfs nog duurder. Je wil hem dus heel makkelijk kunnen verwijderen, zodat je hem ook heel makkelijk mee kan nemen. Mooi vind ik het niet, maar het is wel super praktisch. En dat zie je in deze fiets steeds terugkomen. Praktische ontwerpkeuzes. Er zit namelijk geen enkele overbodige feature op deze e-bike. Ja, er is een swap-app, maar die gebruik je om reparaties online aan te vragen. Die is niet verbonden met deze fiets. Deze e-bike heeft dus geen Bluetooth, geen wifi, geen GPS. En dat is heerlijk ouderwets. En hij heeft ook geen hydraulische remmen. Achter heeft hij een terugtraprem voor een rollerbrake. En ook de versnellingen ontbreken. Het is dus een single speed. En hij is uitgerust met een ketting. En dat is opmerkelijk, want bij een huurfiets zou je eigenlijk een onderhoudsarme tandriem verwachten. Daarnaast heeft hij wel een middenmotor. En dat is juist iets wat je verwacht op de duurdere e-bikes. In de eerste instantie lijkt dat een merkwaardige mix van enerzijds goedkope onderdelen, anderzijds duurdere onderdelen. Het is in elk geval een mix van onderdelen die ik niet eerder op een e-bike heb gezien, maar er zit wel een verhaal achter. Deze e-bike is namelijk in de eerste instantie ontworpen als een huurfiets. Die moet zo lang mogelijk meegaan met zo min mogelijk onderhoud en vooral ook niet stuk gaan. Jij en ik, de huurders dus, die komen in het ontwerpproces namelijk op de tweede plaats. En dat komt omdat heel veel huurders het motto hebben, het is een swapfiets, kapot geeft helemaal niets. Dat is bijvoorbeeld de reden, en dat heb ik in de Power 7 swapfiets video ook uitgelegd, waarom swapfietsen nooit een achterrek hebben. In de praktijk blijkt dat mensen die niet voor lichte bagage gebruiken, maar voor het zware mensenvervoer. En dat overleven die rekjes niet. Kortom, onderhoud en reparaties zijn de grootste kostenposten voor swapfiets. Dus je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat swapfiets zo'n fiets ontwerpt met de meest hufterproof en onderhoudsvriendelijke onderdelen die binnen het budget van zo'n fiets passen. En Swap weet precies wat er allemaal stuk gaat, want dat houden ze allemaal bij als die swapfietsen voor onderhoud in de werkplaats komen.
Dat zie je bijvoorbeeld aan de remmen op de Power 1. Dat hebben ze namelijk geleerd van de eerste elektrische swap e-bike, de Power 7. Die heb ik 1,5 jaar geleden getest. En die was destijds uitgerust met hydraulische schijfremmen, voor en achter. Maar ondertussen, als je nu een Power 7 huurt, dan krijg je achter een terugtraprem en voor een rollerbrake, net zoals deze Power 1. En de reden daarvoor is simpel. In de praktijk bleek namelijk dat die remblokken van die hydraulische remmen heel snel slijten. Op zich geeft dat niet, want die zijn heel makkelijk te vervangen. Maar als de huurder van de huurfiets dat negeert, het gekrijs van die versleten remblokjes, ja, dan gaan uiteindelijk ook de schijfremmen stuk. En dat is een heel duur grapje. Kortom, het is geen wonder dat Swapfiets kiest voor remmen die veel minder onderhoud vergen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Noord e-bike die ik laatst testte. Die was ook uitgerust met van die rollerbrakes. Ik vind dat minder fijn als hydraulische schijfremmen. Moeilijker te doseren en het remt wat minder. Maar het remt uiteindelijk wel veilig. Maar als ze dan zo prat gaan op onderhoudsarme onderdelen, dan kan je je afvragen waarom ze niet voor een tandriem hebben gekozen, maar een ketting op de Power 1. Ik bedoel maar, een tandriem die gaat ongeveer 3 keer zo lang mee. Die hoef je niet te smeren en die hoef je ook veel minder te spannen. Zo'n tandriem is al snel 3 keer zo duur, maar dat maakt Swapfiets niet al te veel uit. De Swapfietsen komen minimaal 2 keer per jaar in de werkplaats voor onderhoud en dan pakken ze meteen even die ketting mee. De voornaamste reden voor Swap om voor een ketting te kiezen in plaats van een tandriem is omdat een tandriem meerdere materialen bevatten, waaronder carbon, die moeilijk te recyclen zijn. En een ketting is gewoon van staal en die is heel makkelijk te recyclen. In mijn e-bike reviews val ik altijd over e-bikes die een spaghetti hel hier hebben. Dat ziet er niet alleen slecht uit, maar het blijft vaak ook hangen en gaat dus stuk. Nou heeft deze Power 1 geen spaghetti hel, maar hij heeft bijvoorbeeld hier wel een uitstekend kabeltje wat eventueel ergens achter zou kunnen blijven hangen. Je zou denken dat Swapfiets dat gewoon helemaal wegwerkt, zodat het nergens achter kan blijven hangen. Toch is dit een bewuste ontwerpkeuze, want ze moeten dat kabeltje wel heel makkelijk kunnen vervangen. De fietsenmakers moeten er gewoon bij kunnen. Als dit mijn fiets zou zijn, dan zou ik dit helemaal weggewerkt willen hebben in het frame. Maar ja, het is een Swapfiets, gaat kapot, geeft niets. Hier op de achterbrug zit een sensor en die sensor geeft dankzij dit magneetje, wat zo nu en dan langskomt, de snelheid door van de fiets aan het e-bike brein. Swap heeft die sensor weggewerkt hier in een stalen constructie en ik dacht dat dat was om hem hufterproof te maken, om hem te beschermen tegen beschadiging. Maar er is een hele andere reden, een badass reden. En dat is omdat met name bezorgers die deze fietsen vaak huurden, de Swapfiets opvoeren door hier een zogeheten badass box overheen te plaatsen. Zo'n badass module fopt het e-bike brein. Hij vertelt als het ware, je rijdt pas 15 km per uur, terwijl je in werkelijkheid 25 rijdt. En dan gaat de motor nog meer ondersteunen, waardoor je harder dan 25 kan. En Swap wil niet dat mensen harder dan 25 km per uur fietsen, want dat betekent ook meer slijtage. Denk bijvoorbeeld aan de remmen en daar zitten ze niet op te wachten. Wat ik het meest opmerkelijk vind aan deze Power 1 is de keuze voor een Shimano middenmotor. Dit is een goedkope, simpele, betaalbare huurfiets. En dan zou je misschien een goedkope voorwielmotor verwachten. Maar de reden dat Swap toch voor die middenmotor heeft gekozen is voor het onderhoud. Niet zozeer van de motor, maar voor het plakken van banden. Als deze Swapfietsen een lekke band hebben, dan vervangen ze de binnenband. En daarvoor moet je de wielen verwijderen. En als je dan een voorwielmotor hebt, of een achterwielmotor, ja, dan zitten daar nog extra kabeltjes aan die naar het e-bike brein gaan en naar de accu. En dat maakt het lastig om die wielen eruit te halen. En met de middenmotor is dat veel makkelijker. Over lekke banden gesproken. Swap, die fietsen verhuurt op maandbasis, huurt zelf de banden. Ja, je hoort het goed. Ze hebben een maandabonnement bij het bedrijf Vittoria op het gebruik van de binnen- en de buitenbanden. Krijg jij een lekke band die Swap voor je repareert, dan vergoedt Vittoria de kosten voor die reparatie aan Swap. En je kunt er dus zeker van zijn dat Vittoria banden levert die nauwelijks lek gaan en die van hoge kwaliteit zijn. Dat is het kenmerkende grote voordeel van het huren van een e-bike. De verhuurder die aan jou een fiets verhuurt, die wil zo min mogelijk kosten maken en die zal zorgen dat de kwaliteit van die fiets zo goed mogelijk is. Dus als jij een e-bike abonnement neemt, hoef je eigenlijk
eigenlijk helemaal niet af te vragen of de kwaliteit goed is. Maar wat je je wel moet afvragen, fietst die wel lekker? En ja, deze Power 1 die fietst heel erg lekker. Althans tot een kilometer of 21, 22. Daar kom ik zo op terug. Hij fietst lekker dankzij die middenmotor en die krachtsensor waar je me heel vaak over hoort vertellen in de e-bike video reviews. Dat karakter van die middenmotor met zo'n krachtsensor is alsof je windje in de rug hebt, heel natuurlijk fietst en zelf de snelheid met de druk op de pedalen kan regelen. Heerlijk. De Power 1 fietst ook heel lekker omdat je zo heerlijk rechtop zit. Daar hou ik heel erg van, want het fietst gewoon heel relaxed. Wat ik veel minder relaxed vind is de cadans, de trapfrequentie bij hogere snelheden. Als ik dus harder dan 20 km per uur wil fietsen, dan gaan mijn beentjes als een malle op en neer. 25 km per uur fietsen is dan helemaal niet relaxed. En dat had ik laatst ook al met het doorstapframe van de nieuwe Cowboy 4. En waarom dat is, snap ik niet helemaal goed. Ja, hij heeft geen versnellingen. Het is een single speed. Dus als je bijvoorbeeld bij het stoplicht wegtrekt, moet je iets meer kracht zetten. Maar het is een e-bike. Daar heb je toch motorondersteuning voor? Dan kan je toch kiezen voor een iets zwaarder verzet? Kortom, net zoals bij de Cowboy 4, fiets je het meest relaxed op deze fiets bij ongeveer 21 km per uur. En ik wil juist op een e-bike ook 25 kunnen fietsen. Waar ik ook iets minder enthousiast van word, zijn de remmen. Net zoals ik dat bij de Noord e-bike in de video review ook al aangaf. Ik ben gewoon niet kapot van dit soort rollerbrakes. Ik heb liever hydraulische remmen. Maar al met al is het toch een hele fijne fiets om op te fietsen. Deze swapfiets Power 1 is echt bedoeld voor in de stad met een vlak landschap en waar het druk is, zodat je zelfs die snelheden van 25 km per uur niet zo vaak zal halen. Verwacht deze fiets ook niet te kunnen huren in bijvoorbeeld Maastricht met een heuvelachtig landschap. Hij heeft geen versnellingen en daar is hij niet ideaal voor. Ik denk dat de Power 1 wel eens een hit zou kunnen worden. Het is namelijk het meest betaalbare e-bike abonnement op dit moment. En dan heb je diefstal inbegrepen, reparaties en je kunt het abonnement ook iedere maand gewoon opzeggen. En met dat maandbedrag betaal je op jaarbasis 600 euro. Huur je die fiets voor 3 jaar, dan heb je ongeveer 1800 euro betaald. En dat is ongeveer de instapprijs die je nu betaalt voor een beetje fatsoenlijke, kwalitatieve e-bike. Dus een prijs van minder dan 50 euro per maand kan heel aantrekkelijk zijn, mits je bereid bent met blauwe banden te fietsen en wellicht niet op de allerhipste fiets. Maar ik ben wel benieuwd dat als de prijs omhoog gaat of de Power 1 dan ook een hit wordt. Want de Power 7 die kost 75 euro per maand. Die heeft wel versnellingen en daar kan je wel relaxed op fietsen tot 25 km per uur. En het is maar 15 euro per maand meer. Nou ben ik heel benieuwd, wat vind jij van de maandprijs van deze Power 1? Laat het me weten in de comments, vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en geef een... Lel op die bel als je een notificatie wil zodra er een nieuwe Bright video verschijnt.